Hoi en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik het hebben over hoe ik van mijn acne ben afgekomen. Nou heb ik een aantal andere video's gezien van mensen die zeg maar laten weten hoe ze van hun acne zijn afgekomen. En wat me opviel is dat die video's vooral gaan over skincare en zo. Ik wil even een disclaimer vertellen. Skincare was niet per se nummer 1 wat mij van mijn acne heeft afgeholpen. Dat, ja... Wacht eens even. Ik begin met een andere soort disclaimer. Deze video is echt alleen voor vrouwen. Want ik ga best wel vrouwendingen bespreken. En ja, dus ben je een man, is het compleet niet interessant voor jou. Ben je een vrouw, dan kan dit wel interessant voor je zijn. Goed, wat mij dus heel erg van mijn acne heeft afgeholpen, dat waren hormonen. Dat waren hormonen. In ieder geval, de pil heeft mij heel erg geholpen. Maar dat was niet zo heel erg makkelijk om achter te komen welke pil. En hoe het, zeg maar, combinatie van welke activiteiten mij van mijn acne heeft afgeholpen. Ik praat echt poep. Sorry. Dus, de pil heeft mij voornamelijk geholpen om van mijn acne af te komen. Even kijken. Toen ik rond 17, 18 jaar was, toen heb ik echt hele heftige acne gehad voor mijn doen. Ik heb het nooit echt heel erg extreem gehad. Ik zat niet zeg maar van voor naar achter helemaal eronder. Maar naar mijn idee, zeg maar hoe ik het ervaarde, was het wel heel erg heftig. Ik zal proberen om een foto te vinden en even in beeld te plakken hoe het er ongeveer uitzag. Ja, ik zal dus voornamelijk vertellen hoe ik zeg maar mijn pilgebruik samen met mijn skincare routine, hoe ik dat allemaal combineerde en hoe mijn huid daarop reageerde. Ik zal het in een chronologische volgorde vertellen, want anders raak ik helemaal koekoek. We beginnen dus bij het moment dat ik met de pil begon. Zoals ik al eerder heb verteld, bevat deze video allemaal vrouwelijk gevoelige onderwerpen. Ik ben rond rond mijn 14e ben ik aan de pil gegaan omdat mijn ongesteldheid mijn leven overnam. Dus dat was de reden dat ik aan de pil ging, want dan kreeg ik controle over mijn ongesteldheid in plaats van andersom. Mijn allereerste pil was dus de eerste keuspil, zeg maar, die je kreeg bij de huisarts. Als je naar de huisarts gaat en je gaat, goh, ik wil aan de pil, dan is dat de pil die je als eerste krijgt, altijd. Behalve met uitzonderingen of zo. Goed, in ieder geval, dus dat was mijn pil. Toen ik 13 of 14 was, had ik af en toe wel een pukkeltje, maar het was absoluut geen acne. Het was gewoon heel erg normaal wat ik had. Ik had vooral op mijn kin, volgens mij ben ik wel in beeld überhaupt. Oké. Ik had voornamelijk wat pukkeltjes op mijn kin en op mijn voorhoofd. Heel erg normaal. Ik zag het nooit als een probleem. Tot op een gegeven moment, ik denk dat ik 15 of 16 was. Ik weet niet meer precies hoe oud ik toen was. Ik denk dat ik 15 jaar of 16 jaar was. En op een gegeven moment kwam een vriendin van mij van, joh, moet je nou eens kijken. Ik heb nou een pil en die helpt mij tegen mijn acne. Want ze had allemaal pukkeltjes op haar voorhoofd en ze wou er graag vanaf. En toen dacht ik, wow, je kan er ook zeg maar vanaf komen. Even over mijn skincare rond die tijd. Ik weet niet of ik iets anders deed behalve gewoon douchen. Volgens mij gebruikte ik toen helemaal niks. Nee, ik denk het niet. In ieder geval, ik kan me niet herinneren dat ik ook maar iets deed. En toen, rond die tijd dat ik 15 of 16 jaar was, deed ik toch wel wat meer voor mijn skincare. Ik was in ieder geval heel erg bodyproducten verslaafd. Body lotion en dingen. En dus ik had ook crampjes voor mijn gezicht. Dat is het enige wat ik nog weet. De pil waar het toen om ging was de Diana-pil. En daar ben ik toen ook mee begonnen. Ik ging naar de huisarts samen met mijn moeder. En we hadden met mijn huisarts besproken van dat ik graag van mijn pukkeltjes af wou. Ik had er niet heel veel. Ik weet het niet. Het viel volgens mij toen nog echt wel mee. Even kijken. Dus die heb ik toen gekregen. De Diana-pil. Maar ik kreeg het niet de officiële Diana-pil. Maar huismerk van de Diana-pil. Want dat was dan gratis. En Diana-pil, ja, dat betaalde je voor het merk. En huismerk van Diana-pil. En Diana-pil was precies hetzelfde qua ingrediëntenlijst. Dus op die manier. Ik denk dat ik die pil ongeveer een jaar tot anderhalf jaar geslikt heb. Toen Diana-pil heel erg negatief kwam in het nieuws. En even kijken. Hoe ging mijn... Ik was zeg maar... Toen ik zeg maar... Voordat ik met Diana-pil begon, had ik vaak hier uitslag en ook op mijn rug.
Vet lekker. Maar goed, met Diana-pil was dat in ieder geval helemaal verdwenen. Dat had ik niet meer. Maar mijn gezicht was niet helemaal flawless. En ik weet nog wel, toen Diana-pil dus heel erg negatief in het nieuws kwam, zei mijn moeder van, je gaat van de Diana-pil af. Ik zo, oké. Nou, dus ik ging naar de dokter en ik mijn verhaal vertellen. En zij ging ook natuurlijk haar verhaal vertellen. Omdat zij helemaal gek werd, denk ik, in haar hoofd van alle mensen die over de Diana-pil kwamen zeiken. Ik was er één van. De Diana-pil wordt gezien als tweede keuspil. Omdat dat... wacht, hoe legt ze dat uit? In ieder geval de pil die je... als de basis krijgt, als je net begint met de pil, dat is de eerste keuspil. Dat betekent dat daar bepaalde hormonen in zitten, waardoor kans op trombose zeg maar zo groot is. En met Diana-pil is dat zo groot. En omdat dus de kans op trombose met Diana-pil groter is, wordt Diana-pil als een tweede keuspil gezien. Dus je hebt eerste keuspillen, dat zijn de basis, niet zulke ingewikkelde pillen. En dan heb je dat soort Diana-pillen met wat zwaardere hormonen, dat wordt gezien als een tweede keuspil. Onthoud dat. Even kijken, wat was ik aan het vertellen? Oh ja, en toen ik bij de huisarts was, zei ik dus zo van, ik wil niet meer aan dezelfde pil als dat ik ervoor had, want die hielp mij niet. Ik wil iets anders. Dus ik kreeg een ander soort eerste keuspil. Want je hebt zeg maar eerste keuspillen en dan heb je 3 of 4 verschillende soorten. En dan heb je 2 keuspillen en dan heb je er weer meerdere soorten van. Op die manier. Dus die pil kreeg ik. En omdat mijn lichaam heel erg gewend was aan de Diana-pil, dus aan wat zwaardere hormonen, was ik echt 24/7 ongesteld. Wat mij persoonlijk niet echt blij maakte, zeg maar. En na een half jaar, nee, ik denk dat ik dat geen half jaar heb volgehouden. Ik denk dat ik na vier of vijf maanden of zo, ben ik weer teruggegaan naar mijn huisarts. Ik zo, joh, dit wil ik niet. Ik vind het vreselijk. En ik wil graag terug naar de Diana-pil, want mijn lichaam, die was gewend aan zware hormonen. Dus die was constant ongesteld. Dat was echt super kut. Letterlijk. Toen ben ik dus weer aan de Diana-pil gegaan en... mijn leven veranderde compleet. Wat ik nooit door had gehad, is wat voor invloed Diana-pil op mij heeft gehad. Zeg maar, ik denk wel eerste 2 weken dat ik weer aan de Diana-pil was, voelde ik me zo... ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen, maar het had zulke overduidelijke bijwerkingen die ik helemaal niet door had gehad. Maar omdat ik dus ondertussen weer... aan een lichtere pil was geweest en mij daardoor wat beter voelde en ik weer terugging naar de Diana-pil, voelde ik me een stuk... dat gevoel kan ik jou niet zo goed omschrijven, maar het voelde een beetje alsof er iets... alsof er een bepaald laagje over me heen zat, wat mij heel erg kalmeerde. Ik weet het niet. Mijn emoties waren zwaarder en ik kon veel moeilijker... met luchtige dingen omgaan, omdat ik me eigenlijk nooit luchtig voelde. Dus dat was het idee. En mijn Diana-pil heeft er ook toen niet voor gezorgd dat mijn acne wegging. En ik kreeg steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker met al die bijwerkingen. En ik weet nog wel dat mijn acne toen op zijn allerergst was. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Misschien omdat ik mij een beetje niet zo goed voelde of... I don't know, maar ik was echt zo ontzettend op zoek naar dingen die mij van acne zouden afhelpen. Toen geloofde ik echt alle reclames en kocht ik echt elke producten, zeg maar, die ik toen kon kopen. En zo heb ik ook dit Biodermal face wash dingetje geprobeerd, omdat het in reclames echt fantastisch goed eruit zag. Deze kwam ik tegen in mijn moeders kast. En waar ik toen achter ben gekomen is dat ik daadwerkelijk ook gevoelig ben voor bepaalde ingrediënten in producten. Want sommige producten verergerden mijn huid echt zo erg. Zo ben ik achtergekomen dat ik totaal niet tegen skincare van Yves Rocher kan. Ook niet van Dove en van dat soort merken. Garnier moet ik ook mee oppassen. Like micellair water. Like. Nou, bijvoorbeeld micellair water, dat kan ik nog wel handelen, zeg maar. Maar gewoon crampjes... en dat soort dingen, dat is gewoon zo moeilijk voor mij. Om zeg maar iets te vinden waar ik dus wel tegen kan. Want ik kreeg bijna meteen uitslag. Als ik bijvoorbeeld een crampje opsmeerde waar ik mijn huid niet tegen kon. Had ik echt
Nou, de volgende dag zat ik er compleet onder. Dus zo kon ik wel snel achterkomen of iets voor mij werkt of niet. Maar dat had ook wel een nadeel, omdat ik dus bakken met geld kwijt was aan allerlei skincare waar ik totaal niks mee kon. Mijn camera is bijna leeg. Oh, wat fijn jongens. In de tijd dat ik terugkwam, of terugging naar de Dianapil, was ik echt constant aan het googlen, wat is een andere goede pilkeuze. Ik had ontzettend veel goede reviews gelezen van mensen die van Dianapil naar Jasminpil overgingen. Dus ik dacht, nou, ik denk dat daar nog wel een paar maanden over zijn gegaan. En volgens mij ben ik toen ook in die tijd, heb ik toen ook een Clarisonic aangeschaft. Want ik was ervan overtuigd dat dat mijn acne tegen zou gaan. En ik weet niet, nee, het heeft mij niet van mijn acne afgeholpen. Ja, ik weet niet, het was niet zo dat, even kijken, ik moet het wel even goed zeggen. Het is niet zo dat ik toen in die tijd hele heftige acne had. Mijn heftigste acne had ik al achter de rug. Maar ik had er nog steeds wel veel last van. En ik heb toen dit aangeschaft. En dit. En het heeft mij wel geholpen. Maar het heeft mij er niet van af geholpen. Laat ik het zo zeggen. En dit is trouwens echt heel erg fijn spul. Op een gegeven moment toen ik echt tegen geen enkele dagcreme kon. Ging ik een snapje hoger zoeken. Dus bij de Body Shop. En ik had een dagcrempje hiervan gekocht. En die werkte heel fijn. Want ik kreeg geen pukkels van. Maar ontdekte ik toen dat ik tegen bepaalde ingrediënten alsnog niet tegenkom. Want elke keer als ik dat crempje opsmeerde, werd ik rood en tintelerig. Tintelerig? Oké. En dat is een teken dat je ergens allergisch voor bent. Super fijn. Ik heb nog steeds geen idee wat die ene ingrediënt is. Maar goed, dat is ook niet het moraal van het verhaal. In ieder geval, ik had dus heel erg veel gegoogeld en gegoogeld en gegoogeld. En toen heb ik dus mensen gezien of over mensen gelezen die dus van Diana naar Jasmin overgingen. En ik dacht, weet je wat, ik ga dat ook doen. Dus ik ben naar mijn huisarts gegaan. Ik zei, nou, zus en zo. En toen kreeg ik dus de Jasminpil. Maar ik ging weer niet voor de originele Jasminpil. Ik ging voor huismerk van Jasmin, want dat was gratis. En ik had toen een tijdje, ik denk, nou, hoe lang? Meer dan een half jaar heb ik aan de Jasmin gezeten. En mijn huid was nog nooit zo clean, zo schoon. Het echt alles verdween. Ik had niks op mijn gezicht. Maar ik kreeg bizarre bijwerkingen. Echt, dat je denkt van, oh my god, dit zou je niet eens kunnen bedenken dat dit van een pil kan komen. Ik had op een gegeven moment had ik hele heftige dromen dat ik er echt, voor mijn gevoel was ik er elke nacht weer bij. Dat met mijn 100% volle verstand bij. En ik kon echt alles doen wat ik zelf wou. En het was echt super gezellig en leuk. Maar aan de andere kant, ik raakte niet uitgerust. En ik was, omdat ik dus altijd bezig was voor mijn idee, was ik altijd heel erg moe. Ik werd ook heel erg moe wakker. En ik weet nog wel dat ik op een of andere forum terechtkwam van een paar jaar geleden. En iemand had dat dus neergezet. Dat sinds diegene aan de Jasminpil was, had hij gigantisch rare dromen. En was die, zeg maar, hij beschreef precies, nou, waarschijnlijk was het toen zij. Zij beschreef precies hoe ik mij op dat moment voelde. En alles viel op zijn plaats. Ik denk, oh mijn god, dit komt gewoon van de pil. Dus toen was ik op een gegeven moment er zo klaar mee. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Ik zei, weet je wat, van mijn acne ben ik toch al af. Ik ga van de pil. Ik ga gewoon hormoonvrij door het leven. Ik was wel bang dat mijn acne terug zou komen. Maar iedereen zei van, joh, je bent al 20 en dat komt wel goed. Nou, oké. Dus ik ben, even kijken, dat was januari 2015 ben ik van pil afgegaan. En de eerste paar maanden gingen goed. Maar ik had ook gelezen dat pas na 4 maanden jouw eigen hormonen wil weer opspelen, dat dan pas je eigen hormonen zijn werk gaan doen. Dus ik was nog wel een beetje sceptisch, maar de eerste paar maanden gingen heel goed. Maar toen die 4 maanden voorbij waren, echt jongens, ik kon mijn klok op gelijk stellen. Toen die 4 maanden voorbij waren. Nou, ondertussen heb ik mijn camera even opgeladen, jongens. Goed, waar ben ik gebleven? Volgens mij ben ik gebleven bij het feit dat ik van de pil afging, maar mijn hoofd explodeerde en ben ik weer aan de pil gegaan. Ik ben weer toen, dat was januari 2015, ik ben dus ongeveer 5 maanden,
vijf kleine 6 maanden van pil geweest in die tijd. En ben ik teruggegaan aan de jasminpil met de hoop dat alles zich zo snel mogelijk zou oplossen. Dat viel mij echt heel erg vies tegen, want het duurde best wel lang totdat mijn huid zich weer opklaarde. Ik had echt gehoopt dat het binnen 2 of 3 maanden toch echt wel allemaal voorbij zou zijn, maar dat was het niet. En er kwamen ook weer pukkels bij en ik wist niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan. En volgens mij was dat in augustus 2015 dat ik naar de huisarts ben geweest. En dat ik zei van, wat moet ik doen? En mijn huisarts, die heeft mij toen dit en dit voorgeschreven. Dit is acid-afit crème. En even kijken, dat je het even goed kan zien. En dit crème moest je dus 's nachts op je pukkels smeren. Of nee? Ja, je moest dit 's nachts op jouw hele gezicht smeren. Dat was het. En dit is zeg maar hoe dit eruit ziet. En dit moest je dan 's middags op jou alleen op de pukkel smeren. Dit is echt heel agressief spul. En dit is ook heel agressief. En ik zal mijn ervaring hiermee vertellen. Ik zal trouwens de namen hiervan in de beschrijving neerzetten. Want dan, ja, dan kan je dat gewoon zien. En dit crème was vreselijk. Ik smeerde het dus op mijn gezicht. En binnen 2 of 3 dagen begon mijn huid dat... Ik had echt het idee dat dit mijn hoofd gewoon opvrat. Helemaal. Ik was zo erg aan het schilferen. En op een gegeven moment dacht ik van... Goh, maar als die ene huidlaag weg is, dan moet dat ook wel ophouden. Dus ik scrubde mijn hoofd als een bezetene. Maar dat hielp niet, want na die laag kwam weer een volgende laag. En dan weer een volgende laag. En volgens mij... Als je zo doorging, kwam je bij je bot terecht en ging je hartstikke dood. Zo agressief is de spul. En ik was dus totaal niet blij mee. Hier was ik ook totaal niet blij mee, want ik heb het denk ik maar 2 of 3 keer gebruikt. Want het brandt zo erg. Was echt heel heftig. Gewoon, het voelde echt niet goed. Het voelde echt niet alsof dit ook maar iets goeds voor mijn gezicht deed. In ieder geval, ik ben toen weer naar mijn huisarts gegaan van, joh, dit is echt vreselijk. Want echt alles schilferde. Op een gegeven moment smeerde ik het alleen maar zeg maar hier waar ik de meeste pukkels had en hier. En dat was hem. Maar zelfs mijn ogen schilferden terwijl daar nooit dat crème gezeten heeft. En het was echt heel heftig. Ik zag er echt niet uit. En mijn dokter zei dus toen dat zij hier een lichtere variant van heeft. Maar zij zei van probeer eens even dit wat minder vaak te gebruiken en dan... Zou dat in principe hetzelfde effect moeten geven. Dus op een gegeven moment gebruikte ik het echt maar nog maar 1 keer in de week. Terwijl ze zei dat ik het om de dag moest doen. Maar ik gebruikte het maar 1 keer in de week. En het was nog steeds vreselijk. Ik was zo erg aan het schilferen. Het was niet oké. En dat was... En wacht even, hoe ging dat nou? Volgens mij was het september 2015. September, oktober 2015. Dat ik dacht van, oké, weet je, ik stop hiermee. En toen ben ik maar op zoek gegaan naar andere crèmpjes. Ik had toen in 1 keer, ging ik van mijn extreem vette huid naar extreem droge, schilferige huid. Dat ook wel vet was. Dus dat was zo raar. Ik wist gewoon niet wat ik met mijn hoofd aan moest. En heb ik dit crèmpje gevonden bij de tuinen. Dit is Bioactive Skincare van Dr. Organic. Dit is hoe het eruit ziet. Dit is voor extreem gevoelige allergische huid. En dit dingetje hier heeft mij heel erg van mijn schilfers afgeholpen. Nou, op een gegeven moment gingen de schilfers natuurlijk weg. Maar wat mij echt heel erg opviel is dat ik hier van die schilfers gewoon niet kon afkomen. Ik had hier zo'n rare huid. En dat is waar dit crème mij toen voor geholpen heeft. Ja, dat crème heeft me daarvan afgeholpen. Van die rare schilfers hier. Want dat was het enige probleemstukje dat gewoon bleef met die schilfers. En op een gegeven moment... Nou ja, ik gebruikte toen in die tijd natuurlijk ook gewoon Clarisonic. En alle skincare wat ik maar had. Waarvan ik dacht van, oké, hier krijg ik geen ergere pukkels van. Of uitslag of whatever. En ja, dus dat. En wij zijn nu een paar maanden verder. Het is... Een paar maanden, wat zeg ik? Echt meer dan een half jaar verder. En ik ben weer gewoon opgeschoond. Jasmin is echt de pil. Ik zal even laten zien hoe Jasmin eruit ziet. Nou ja, dit is dus mijn huismerk ook. Dit is dus mijn huismerk Jasmin. Het heet Rosal. Dit is hoe het eruit ziet.
Dit is wat mij van mijn acne heeft afgeholpen. En trouwens, over mijn bizarre bijwerkingen zal ik het nog even hebben. In die tijd dat ik dus van de jasmijnpil ging, echt precies in dezelfde tijd ben ik achtergekomen dat ik allergisch ben voor melk. En hoe raar het ook klinkt, maar melkallergie en bijwerkingen van deze pil komen echt zo samen. In ieder geval, ik ben van die rare dromen ben ik compleet af op die manier. Dus ik ben acnevrij door de pil, wat ik nog wel nog steeds elke dag moet doen. Oh, mijn lipstick. Oké. Wat ik wel nog steeds elke dag moet doen is, ik moet elke dag mijn make-up eraf halen, mijn gezicht goed reinigen voordat ik ga slapen. Anders gaat het mis. Nog steeds. In die zin is mijn skincare wel heel erg belangrijk. Is dat ik dus mijn gezicht goed reinig voordat ik ga slapen. En mijn bed gewoon tijdig verschoon. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik hoop dat dat een beetje een logisch verhaal is geweest. En ja, zijn er nog vragen of willen jullie ergens meer uitleg over? Dan stel het gerust in de comments. En wie weet ga ik er een artikel over schrijven. Want ik hoef nou de volgende keer natuurlijk niet de hele video erover te doen. Ik kan ook een artikel schrijven. Dat is het voordeel van een blog hebben. Maar oh ja, even een zelfpromotie. Als je mijn blog nog niet kent, ik heb ook sinds een paar maanden een blog. En daar kan je gewoon naar kijken. Het mag gewoon. Het is gratis. Dus. Goed, ik hoop dat jullie het een informatieve video vonden. En dan ga ik nu door met andere dingen doen. Kamer opruimen en zo, dat moet ik echt doen. Oh ja, en ik moet jullie nog wat vertellen. Alleen de mensen die zeg maar zo lang de video kunnen uitkijken, die zullen het weten. Maar mijn nagellak mest met mijn BH. Als dat geen lifegoals zijn, dan weet ik dat niet meer. Goed, ik ga opruimen. En ik hoop jullie de volgende keer natuurlijk weer te zien. En ja, als er vragen zijn, dan horen die graag. En oké, ik moet er echt een eind aan breien. Doei! Zag je dat? Dat was mijn doeihandje.